Hoe kom je van een vruchtgebruik af dat je niet wilt? In deze video ga ik je vertellen waar je op moet letten als je een vruchtgebruik wilt afkopen. Laten we eerst vaststellen wat je precies bedoelt met het afkopen van het vruchtgebruik. De meest eenvoudige situatie die ik kan verzinnen is dat een overledene zijn enige kind tot erfgenaam heeft benoemd en aan zijn partner het vruchtgebruik heeft gelegateerd. Dus het enige kind is erfgenaam en die wordt bloot eigenaar van de erfenis. En de langslevende, die heeft dus het vruchtgebruik. Omdat er sprake is van een legaat. Welke verschillende situaties kun je dan tegenkomen als je het hebt over het afkopen van een vruchtgebruik? Nou, stel je bent nog bezig met de afwikkeling van de erfenis. Die vruchtgebruiker kan natuurlijk zeggen, ik verwerp mijn legaat, ik hoef het niet en ik hoef er ook geen geld voor. Dus, een echte verwerping. Wat gebeurt er dan bij het kind? Nou, dat was al enig erfgenaam, maar die wordt geen bloot eigenaar, maar volledig eigenaar. Dus verwerping is denk ik geen afkopen van een vruchtgebruik, maar wel een manier om er vanaf te komen als die vruchtgebruiker zegt, ik wil dit helemaal niet. Een tweede optie is dat je zegt, ik wil daar eigenlijk wel wat voor zien, ik wil iets anders dan dat vruchtgebruik. Dan kun je het denk ik echt hebben over een afkoop, maar dat doe je dan al tijdens de afwikkeling. En dat noemen we dan afstand onbaat. Voordat het gevestigd is. Nou, waarom is dat iets anders dan verwerping? Nou, verwerping is dat je zegt, ik doe de afstand van, ik hoef niks. Maar hier zeg je, ik doe de afstand van, maar ik wil er wel wat voor. Ik wil er een baat voor terug, bijvoorbeeld een afkoopsom. Nou, het initiatief daarvoor kan van die vruchtgebruiker uitgaan, maar natuurlijk ook van die erfgenaam. Een van beiden zegt, ik wil dit liever niet en ik bied je liever iets anders aan. Die erfgenaam kan zeggen, ik bied jou liever een som in geld aan in plaats van het vruchtgebruik. Maar die vruchtgebruiker die kan dat ook zeggen. Die kan ook zeggen, ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet wonen, maar ik wil ook niet met lege handen vertrekken. Kunnen wij niet met elkaar tot een afspraak komen en dat ik er afstand voor doe in ruil voor wat geld? Nou, dit doe je dan al tijdens de afwikkeling. Dus dat betekent dat het vruchtgebruik nooit tot stand komt. Het wordt nooit gevestigd, omdat van tevoren er al afstand van wordt gedaan. Zometeen zie je waarom dat van belang is. Stel dat vruchtgebruik is al wel gevestigd en een van beiden wil er vanaf. Het kan zijn dat de vruchtgebruiker is die zegt, ik wil er vanaf zodat jij volledig eigenaar wordt. Maar het kan ook zijn dat die erfgenaam zegt, ik wil er eigenlijk wel van jou af, ik doe je een aanbod. Maar de eigendom kan ook de andere kant op gaan. Dus behalve dat de vruchtgebruiker er afstand van doet en dat die bloot eigenaar volledig eigenaar wordt, kan het ook zo zijn dat die bloot eigenaar zijn deel overdraagt aan de vruchtgebruiker, waardoor die vruchtgebruiker volledig eigenaar wordt. Dus laten we die nog eens even op een rij zetten. De eerste is, denk ik, afstand om niet nadat het gevestigd is. Dat lijkt een beetje op verwerping, maar het vruchtgebruik bestaat dan al. Dus dat betekent een bestaand vruchtgebruik moet worden uitgeschreven uit het kadaster. En als je dat als een cadeautje doet, bijvoorbeeld omdat je zegt, ik doe de afstand van omdat de kosten van het huis me te hoog zijn, ik wil het liever naar jou zonder een vruchtgebruik, dan kan je dat dus om niet doen. Dat is wel tweezijdig, dus ook die bloot eigenaar moet daar een handtekening voor zetten, maar die mag dat niet weigeren. Een andere optie is dat die vruchtgebruiker zegt, ik wil er wel afstand voor doen, maar ik moet er wel iets voor terug. Ik wil een baat. Nadat het dus al gevestigd is. Dus dat betekent een echte afkoop van het vruchtgebruik. Een bestaand vruchtgebruik wordt afgekocht en moet worden opgeruimd bij het kadaster. Het verschil met de tweede optie is dat je hier dus twee keer een notaris nodig had, want het vruchtgebruik moet eerst zijn gevestigd en daarna moet het weer worden doorgehaald. En bij die tweede optie is het vruchtgebruik er nooit geweest. Dus dat betekent dat er een heel ander kostenplaatje aan vast zit. Je kan natuurlijk ook nog de situatie hebben dat die bloot eigendom dus naar die vruchtgebruiker gaat. Het initiatief ervoor kan van beide uitgaan. Die erfgenaam kan zeggen, ik doe het jou gewoon cadeau. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar het is in theorie mogelijk dat die bloot eigendom wordt geschonken.
En wat gebeurt er dan? Dan wordt die vruchtgebruiker natuurlijk volledig eigenaar, omdat hij en het vruchtgebruik en de bloot eigendom heeft. En bij elkaar is dat de volledige eigendom. Een andere optie is dat die bloot eigenaar zegt, ik wil het wel aan jou verkopen. Dan is dus de erfgenaam degene die daarvoor, in ruil daarvoor, een baat ontvangt. En ook bij deze twee gevallen heb je natuurlijk een notaris nodig, omdat het overschrijven van de eigendom, daarvoor is natuurlijk een notariële akte nodig. Of een schenkingsakte, of een leveringsakte, omdat het verkocht wordt. Nou, dus bij die 6 verschillende scenario's heb je hele verschillende notariskosten. En je krijgt ook te maken met verschillende belastingen. Overdrachtbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Het erven van een huis bijvoorbeeld is belast met erfbelasting. Het erven van een vruchtgebruik is ook belast met erfbelasting. Het afstand doen zonder dat je er iets voor terugkrijgt van de bloot eigendom naar de vruchtgebruiker of het vruchtgebruik naar de bloot eigenaar. In beide gevallen hebben we het over een cadeau dat belast is met schenkbelasting. En als een vruchtgebruik niet eindigt door het overlijden, maar doordat iemand er afstand voor doet, of dat de erfgenaam zegt, ik ga mijn deel overdragen aan die langslevende, zodat hij volledig eigenaar wordt. In die gevallen krijg je dus ook nog te maken met overdrachtsbelasting. Dus overdrachtsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting. Als je het verkeerd aanpakt, krijg je met alle drie te maken, omdat er eerst iets wordt geërfd en gevestigd en daarna wordt er afstand van gedaan en het opgeruimd. Het kan dus zijn dat je alle drie die belastingen moet betalen. Dus daarom is het van belang dat je goed op het netvlies hebt, waar praten we eigenlijk over, welke situatie zitten wij in, zodat je ook duidelijk kunt bepalen en overleggen met de notaris, wat gaat me dit eigenlijk kosten aan notariskosten, kadasterkosten en erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting. En dan pas als je dat plaatje compleet hebt, zul je denk ik voor jezelf kunnen beslissen, gaan we dit eigenlijk wel doen? En daarna moet je natuurlijk nog met elkaar een prijs afspreken. De overheid heeft daarvoor de WOZ-waarde en een leeftijdstabel. Dus als je hier iets wilt doen in dit plaatje, zegt de overheid, wij gaan gewoon uit van de WOZ-waarde en een leeftijdstabel van de vruchtgebruiker. Dat is wat wij het waard vinden, die rechten. Daar gaan wij van uit. Maar jullie kunnen wel weten dat er niks klopt van die WOZ-waarde en dat die leeftijdstabel ook niet relevant is, omdat jullie zeggen van nou, deze langslevende is zo fit, die heeft een veel grotere levensverwachting dan wat er in die tabel staat. Dus ik wil best wel wat extra betalen voor dat vruchtgebruik, wetende dat ik er anders nog 40 jaar op moet wachten. Stel dat die langslevende juist een slechte gezondheid heeft, dan zou je ook kunnen zeggen van ik ga helemaal niks afkopen als kind, want het gaat toch al niet zo lang meer duren voordat dat vruchtgebruik eindigt door je overlijden. Dus dan zit je nog met een heel tactisch, strategisch argument los van al die belastingen en kosten. Dus stel voor jezelf goed vast, waar hebben we het over? Welke kosten en belastingen krijg ik mee te maken? En kunnen we het eigenlijk wel met elkaar eens worden over een vergoeding? Waar moeten we dat op baseren? Gaan we uit van die belastingnormen of hebben we onze eigen ideeën? Ik denk dat je hier nooit uitkomt zonder advies van de notaris, want ik kan in deze video niet eens al die belastingen gaan uitleggen voor al die scenario's. Het zijn er gewoon te veel. Dus als je hiermee zit, ga alsjeblieft langs een notaris voor advies. Vond je dit een nuttige video? Ik heb nog veel meer filmpjes gemaakt over het afwikkelen van een erfenis en die vind je in deze afspeellijst. Dus kijk nog even of daar iets voor je bij zit. Bedankt voor het kijken en ik hoop je te zien in een volgende video.